Yo mensen, leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Vorige week was er geen video online gekomen. We hadden wel een video klaarstaan, maar ik dacht bij mezelf van ik was niet echt tevreden over die video. Dus ik hoop dat jullie dat begrijpen. Dus daarom hadden we in ieder geval geen video online. Voor nu wel. Het regent momenteel wel, wat wel een beetje kut is. Maar we gaan toch even wat afsteken. Namelijk, ja, we hebben wat legaal vuurwerk van de Aldi over natuurlijk. We hebben wel meer. We hebben heel veel over. Alleen, dit is echt een heel klein deel ervan. Maar Laten we weer eens even wat gaan afsteken. Omdat we toch weer het gevoel van een maand terug willen herbeleven. Precies een maand geleden was het oud en nieuw namelijk. Wat vliegt de tijd ontzettend. Er komen ook nieuwe video's aan. Dat kan ik jullie beloven in ieder geval. Wij gaan natuurlijk gewoon door net als vorig jaar. Iedere week een video. En ook al is het april of mei of zo, wij stoppen niet. Wij zijn niet mensen die alleen maar in december video's opnemen. Dus we gaan even beginnen met wat afsteken hier op onze vertrouwde locatie. Enige echte jongens. Iedereen kent hem wel. We zijn hier echt veel te vaak. Hoe vaak zijn we hier nou over geweest? Ja, te vaak. Ja, maar in ieder geval, we zijn best wel lang hier niet geweest. Dus daarom is het ook wel tijd om hier weer wat te gaan stoken, man. Dus. Want waar beginnen we mee? Gewoon een heel pakje? Een heel pakje tegelijk, hè? Ja, doe maar, man. Die ene waar je die lunch ook uit hebt gestoken. Doe het niet na, mensen. Het is niet de normale gang van zaken. Maar we gooien het heel pakket weg. Hij vloog weg, hè? En dat mag het hele jaar. Oh, zo. Het mag het hele jaar door, jongen. Volgende. Van het geschut. Oh, die geur, jongen. Doet me echt denken aan 30 dagen geleden. Welkom bij de vuurcompilatie, jongens. 2019-2020. Ik hoop dat hij al naar boven gaat. Nee, dat. Meen je nou? Gaan we hier even... Categorie 1. Is dit nieuw bij de Aldi dit jaar? Ja, man. Ja, misschien. Ja, man. Maar we gaan nu het volgende. Nog een vanille pakje. Nee. Knettertunnel Kings. Rambo's. Ligt laag in een Rambo. Twee effecten, jongens. Het is me nooit opgevallen, maar... Die staan ook al echt 5 jaar bij mij in de kelder. Er staat nog meer. let's go. Hij heeft zijn lolbroek aan, gek. Nee, te vroeg. Oh nee, is al goed. Mooi. Mooi getijnd. Yes. Zo. Het valt echt hard hoor deze. Ja man, maar die liggen er ook al een tijdje. Die liggen er al een tijdje. Ik denk dat we volgend jaar halen we ook voor 2025 alvast. Voor als het verboden wordt. Nou. Omhoog gooien. Dubbele lading. Deze zijn wel beter dan die van de Aldi, hè? Ik zal lachen, die kant. Oh. Kijk hoe groot dat effect ook is, hè? Ja man. Nou, de broertjes. Knetterfonteinen. Knetterking, jongens. Dit zijn toch wel de beste. Ja, die moet je ook wel altijd even ter beschikking hebben. Voor de duidelijkheid, dit zijn dus wel de echte categorie 1 Thunderkings. Thunderkings. Thunderkings, jongens. Kennen jullie allemaal waarschijnlijk? Deze zijn echt goed. Zo. Oh, what the hell? Wat gebeurde er? Nou jongens, in 2025 zijn het Cobra's. Ik zei het toch, het zijn Thunderkings. Hè? Nou, als je, die had ik vorige keer in mijn hand dus. Had geen één Thunderking uit van iemand ook. Wat een gekke geiten. Ton op je rekening. Kijk hoe die werpt, jongen. Zag je dat? Ja, rare dingen, jongen. Waar ik benieuwd naar ben, als je erop gaat staan, dat die een beetje plat wordt, of dat dan ook, of er dan iets anders gebeurt. Doe dat nou niet, John. Echt ineens een cobra, weet je wel. Nou. Waar ligt het dan? Dus als je wilt dat die normaal doet, moet je even plat stampen. Een paar maar. Nee. Doe maar een paar, man. Ja, toch wel. Blijf een mooie lint, hè.
Dus we hebben hier Knetter King Alert. Enige echte. In die bal, in die ding. Als je hem daarin gooit, krijg je 10 euro, hè? Serieus? Ja. Nul dichterbij. Oeh. Dat is vernieling. Categorie 4. Ja, die gaat erin hoor. Ja, kijk. Hij zit er niet in. Ja, gaan we dat zo doen, Pete? Hij zat er niet in hoor. Hier, yeah, no look. Gooi hem naar Den Haag toe of zo. Zo. Rare dingen, jongen. Ja, ik zweer, het is echt categorie 21 Kings. Oké, hier nog een keer. Ik heb niet gelogen. Pats. Voor de Schöle Boelers. Schöle Boelers. Straks knalt hij nog. Pas op. Oh. Nou. Deze zijn volgend jaar ook verboden. Nou, als het even tegenzit wel, ja. Kijk. Oh. Nee, joh. Dinges, hè? Volgend jaar kunnen we legaal nitraten stoken door het jaar heen. Ja meneer, staat toch echt categorie 1 op? Kijk, en dat na te gaan, vorig jaar hadden ze dat niet, hè? Wat hè? Nou, dat ze knalden. Ja, ik weet ook niet hoe dat kan. Ja, gooi even het hele... stroboscopen. Ja, precies. Let op. Enige echt professional, hè? Ja? Hou 10 seconden in je hand vanaf het moment dat ze aanstaat. Nou. De helft staat niet aan. Nou. Ah, kom eens hier. Oh, dit is even eentje op. Spektakel, man. Echt. Maar ja, hij leeft zo. Stook deze eens even af, jongen. Op wat? Je hebt nee, slecht gedaan. Pas op. Kijk even, man. Oh ja. Ik heb dat één keer gehad dat die mijn hand knalde gelijk nooit meer. Mooi. Dat voel je nog ook, jongen. Ik zie het. Hier. Yes. En ondertussen begint het keihard door te regenen. Maar wij zijn niet te stoppen. Gooi hem nog niet zo ver, jongen. Ja, precies verkeerd. Hoeveel ik wel? Nee, ik ben dood. Knetterlintje erbij. Je fluit alleen al, jongen. Ja, man. Hey, shit. Bottleflip. Ja. Hey, die doen het. Kijk. Wat is dat deze aan? Oh, is dat warm? Ja? Ja. Kijk. Oh, hoe gaat dat, jongen? Nou, dit is de reden waarom wij nooit met een aanstekklont aansteken. Precies daarom. Dit moet gaan.
alle rook staat in die camera, man. Zo, dat zat in mijn haar, jongen. Ja, laat maar. Dat aanstekloontje dat blijft nog een uur doorbranden. Waar staat het aanstekloontje dan? Waar die geur ook van die lont, hè? Ja, moet je kijken. Hij brandt aan twee kanten, trouwens. Dat is ook gelijk de laatste video met deze camera's. Omdat... Ja, mei. Mei. Hier, steek hem eens aan, jongen. Hé, hey, kijk. Doet hij even, hè? Ja. Ik had eigenlijk eentje op die tunneking moeten zetten. Wat ga je doen? Alles erin? Ja, dat is gevaarlijk, man. Laat hem er zo half in liggen. Laat hem er half in liggen, zo. Juist. Kijk. Het knettervloed. Zo. Daar nog niet klaar. Hé, hey, mooi hoor. Mooi hoor. Een paar keer doen we net. Ja. Zo even ook opruimen. Ik heb liever dan wel sneeuw dan regen, man. Eerlijk? Wat zeg je hier? Straks vliegt hij nog, jongen. Nou. Gepruttel. Fantastisch, jongen. Kan. Ah. Helemaal in zijn element. Gaan we hier een EK van maken, jongen? Doe even een like omhoog allemaal als jullie willen dat wij naar Polen gaan. En dan checken we jullie bij de volgende video. Volgende week. Later. Later.